Paro is een innovatief afvalverwerkingsbedrijf die gespecialiseerd is om bouw- en sloopafval en overige afvalstromen in te nemen en die vervolgens op te werken tot grondstoffen die we dan afzetten in de markt. Circulariteit en duurzaamheid, dat zit echt in onze genen. Dat is iets waar we iedere dag mee bezig zijn. En we zijn helemaal niet bezig met de dag van vandaag. We kijken echt naar hoe kunnen we nog duurzamer zijn in de omgeving Amsterdam waarin we zitten. En dat kan dus zijn elektrisch rijden, dat kan dus zijn afzetmarkten in de omgeving van Amsterdam. En de lokale ondernemerschap opzoeken met collega bedrijven. Paro is een hele belangrijke schakel in het circulaire ecosysteem in de haven van Amsterdam. En je zou Paro eigenlijk kunnen zien als een bouwmarkt voor tweedehands grondstoffen. Dus er komt hier een grote mixed stroom van afval eigenlijk aan. En door die scheidingsinstallatie wordt eigenlijk alles mooi gesorteerd in verschillende soorten metalen, papier, glas, verschillende soorten plastics. En die kan dan verder ingezet worden bij andere bedrijven in het havengebied. Wij zijn heel blij met Paro. Ja, onmisbare schakel. Nou, in de haven, daar kun je geluid maken. En dat is dus belangrijk dat je in het havengebied dat ook behoudt. Dit soort plekken zijn in Nederland schaars. En heel belangrijk dat dit soort activiteiten in de circulaire economie kunnen bestaan. En ja, die zullen inderdaad af en toe stank en geluid opleveren. Maar de circulaire economie is niet alles met een groen grasveld en bloemetjes. Het maakt geluid en het kan ook geuroverlast opleveren. Ja, ideaal is als ik op deze locatie zelfvoorzienend ben. In die zin dat ik maak hier van afval grondstof. Hoe gaaf zou het zijn om dat niet buiten het hek aan te bieden? Hoe gaaf zou het zijn als ik een locatie zou hebben die vervolgens dat kunststof of de plastics die we hier maken direct inzet om daar weer een nieuw product van te maken?